Welkom allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele liefdevolle, warme berichten, de vele nieuwe abonnees, de donaties, de vele verzoeken voor privé-readingen, coaching, begeleiding, reiki, healingen, met of zonder kristallen. Dankjewel daarvoor. Ook de vele interesse in de jaarreading. Ik laat die bewust nog staan, heel de maand januari. Mocht je die nog graag willen boeken. Alle nieuwe mensen, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, want er zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag. Werk ook in het weekend, dus dan ben je helemaal up-to-date. Vandaag de Queen of the Moon Oracle. En de Golden Universal Tarot. Kreeg door om een verleden, heden, toekomst te leggen. Daar gaan we dan. Verleden. Heden. Toekomst. Oké. Eens even kijken. We hebben creatie. Dat is nummer 12, maak 3. Dan hebben we nog een 3. Grenzen stellen. En we hebben nummer 9, dat is assessing. Dus verhogen door bepaalde inzichten. Het kan goed zijn dat je je eigen pad aan het creëren bent. Dat je iets doet wat je heel erg leuk vindt, waar je heel veel passie in hebt. Dat je daardoor ook heel erg creatief bent. Dat je bepaalde grenzen mag stellen. Dat je gezonde grenzen mag stellen voor je eigen groei. Voor je eigen behoud. Voor je zelfrespect. En in de toekomst krijg je veel meer inzichten nog dan dat je nu al krijgt. Je mag verder groeien, je mag verder evolueren, nog meer kennis, nog meer wijsheid. Mooi. Dus je groeit echt een mooi groeipatroon in deze 3 kaarten. Mogen wij nog meer weten, Spirits and Guides? Wat ik al zeg, je bent met jezelf aan het werk. Je bent creatief. Dat kan op allerlei gebieden zijn. Hè? Dat kan op persoonlijk vlak zijn. Dat je van transformatie naar transformatie gaat. Dat je bepaalde cyclici doorziet. Dat je lessen leert en dat je dan verder kunt gaan. Dat je op die manier ook wijsheid vergaart. Maar het kan ook zijn dat je heel creatief bent. Dat je bijvoorbeeld een eigen zaak of een side job bent begonnen. Of dat je daar al een poosje over nadenkt. Of dat je op creatieve manier je eigen, tussen haakjes, saaie werkvorm geeft. Maar je bent echt enorm met jezelf aan de slag gegaan. Dat brengt dat jij richting die keizerinnenmodus bent gegroeid. Je bent steeds meer je grenzen gaan stellen. Je bent heel, het pad voor je is heel duidelijk geworden. En vooral die liefde die je ziet met al dat groen, die zelfliefde is bij jou enorm gegroeid. En dat was nodig. Ik heb het gevoel dat je soms wat angstig bent voor de toekomst, omdat je niet weet wat de toekomst brengt. Het kan ook zijn dat door die veranderingen die jij hebt doormaakt, dat sommige mensen zich in de kou voelen staan. Mensen waar je afscheid van hebt moeten nemen, omdat jij veranderd bent, omdat ze niet meer matchten met jouw energie.
En het kan goed zijn dat die personen jou nog altijd in de gaten houden op een afstandje via sociale media of wat dan ook. En dat ze zien dat je het goed maakt, dat jij goed voor jezelf zorgt, dat je een doorzetter bent, dat jij enorm gegroeid bent, hè, met die 9 van bekers, dat jij er ook voor zorgt door hard te werken, dat je die voorspoed ook naar je toe trekt. Want je hebt het niet voor niets gekregen. Mogen wij nog meer weten? Ja, ik zie heel duidelijk dat die zelfliefde gegroeid is voor jezelf. Meer zelfstandigheid, meer dingen durven ondernemen, meer zelfvertrouwen, meer daadkracht, weer meer moed. Dat is voornamelijk waar je aan gewerkt hebt. Door die zelfliefde, die liefde zag ik hier al, hè, met dat groen, ben je ook veel intuïtiever geworden. Dat komt omdat je jezelf meer en meer hebt opengesteld en ook omdat je durft te vertrouwen op die innerlijke stem. En dat vertrouwen is mede dankzij het feit dat die zelfliefde gegroeid is. Het kan zijn dat iemand jou op afstand aan het bestuderen is. Aan de andere kant van het water kan zijn iemand in het buitenland of als jij ergens woont waar aan de andere kant water zit, andere kant van het kanaal, rivier, weet ik het wat je hebt. Maar het kan ook zijn dat iemand jou aan het bestuderen is. We zien hier tenslotte ook die verrekijker. Iemand die jou pijn heeft gedaan, die eigenlijk min of meer nu bewondering voor jou krijgt, hoe een doorzetter je eigenlijk bent. En iemand die eigenlijk weer terug in je leven wil, maar eigenlijk niet goed weet, vandaar ook die afwachtende houding, hoe ze dat moeten gaan aanpakken. Het kan goed zijn dat ze heel veel jou heel veel verdriet hebben aangedaan, heel veel pijn hebben gedaan. Het kan ook zijn dat ze heel veel karma hebben gekregen en dat ze het gevoel hebben dat ze het goed met je moeten maken. En het kan goed zijn dat jij binnenkort dus een bericht krijgt of dat iemand een toenadering zoekt en dat ze zeggen dat ze moeten bekennen dat er liefde is voor jou met deze koning van bekers. Mogen wij nog meer weten? Laatste rijtje alweer. Dankzij die zelfliefde trek je dus nu ook liefde naar je toe. Zit je in een hoge frequentie, vandaar dat iemand die jou pijn heeft gedaan daar dus spijt van krijgt. We zitten natuurlijk nog altijd in die retrograde tot 29 januari. En het kan goed zijn dat iemand zich prikkeld of gepusht of getriggerd voelt om zijn of haar excuses aan te bieden en ook om op te biechten dat ze een deel van jouw leven willen uitmaken. En ze zien dat jij heel veel succes behaalt met alles wat je doet. Maar dat nogmaals, dat heb jij niet voor niks gekregen. Je hebt er echt keihard voor moeten knokken. Laat dat wel heel duidelijk zijn. Soms kunnen mensen ook alleen maar de buitenkant zien en denken van, goh, die krijgt alles in de schoot geworpen. Dat is niet het geval. Je hebt er echt keihard voor gewerkt. En nu zie je daar ook het succes van. Omdat jij meer en meer je intuïtie volgt, wordt het pad voor jou ook steeds duidelijker. Maar daarbij krijg je af en toe nog wel obstakels op je weg. Dat betekent dat je je grenzen moet stellen of dat je opnieuw keer op keer wordt uitgedaagd om jouw grenzen aan te geven. Van wat tolereer jij, wat tolereer jij niet.
Zeker nu dat die zelfliefde gegroeid is, zelfrespect. En ik denk dat die persoon die spijt heeft, die jou heel veel pijn en verdriet heeft gedaan, dat die binnenkort een bericht gaat sturen. Misschien een kleine geste, want dit is de schildknaap. Een kleine geste doet van een excuus. Een uitleg gaat geven, de liefde gaat bekennen, want allemaal groen. Het kan goed zijn dat deze persoon een lange periode op zich heeft laten wachten, want het is een munt. En munten, dat gaat altijd tergend langzaam. En dat ze de liefde gaan bekennen. Het kan ook zijn dat ze gaan opbiechten dat jij een van hun opties was, want de geliefde kaart staat ook vaak voor keuze uit twee moeten maken. En dat ze nu gaan opbiechten dat ze in eerste instantie de verkeerde keuze hadden gemaakt en dat ze nu wel voor jou kiezen. En het is natuurlijk aan jou om je intuïtie te volgen en om jouw grenzen te stellen om te kijken van wil ik dit accepteren? Wil ik deze persoon nog een kans geven? Is die persoon qua energie veranderd? Is die persoon geëvalueerd? Heeft die persoon geleerd? Zo niet, hè? Voelt het niet energetisch lekker aan? Ja, dan is het ook om voor jou die grens te stellen en te zeggen van het is voldoende geweest en onze wegen zijn gescheiden van elkaar en ik ga vrolijk verder en ik wens je ook heel veel succes, maar mijn geluk ligt niet bij jou. Dat kan ook natuurlijk. Dus kijk even wat voor jou resoneert, wat voor jou van toepassing is. Ik zie hier heel duidelijk de kreeft, de weegschaal, de tweeling. Ik zie ook wat water. Het kan zijn dat het een waterteken is, maar dat hoeft niet. Het kan ook allemaal liefde zijn. Water staat voor schorpioen, kreeft en vis. En kan natuurlijk ook voor vele emoties zijn. Zeker als de ander voelt dat je helemaal weg hebt. Dat ze in die emotie zitten en het gevoel hebben, ik moet nu actie ondernemen, want anders ben ik hem of haar voorgoed kwijt. Kijk eventjes of het resoneert. Als het resoneert, mag je liken, delen en je mag natuurlijk altijd abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dankjewel weer voor het kijken en tot de volgende keer. Namaste.